Goedendag, je kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Boven Nederland lag er vandaag veel bewolking en daaruit viel regen en motregen. Een grijze bedoeling en uh, dat verandert ook niet al te snel. Boven Duitsland zien we wel opklaringen. Maar doordat de stroming vanuit het zuiden is, is het natuurlijk moeilijk om die opklaringen bij ons te krijgen. De komende dagen wordt de stroming wel wat meer oostelijker. En dan krijgen we ook wat vaker de zon te zien, maar dan hebben we het al wel over zaterdag. Vanavond dus bewolking, zeer lokaal een opklaringje en er valt ook nog her en der een spatje regen of motregen. Halverwege de avond is het 5 graden, maar er staat weinig wind. Dus mocht je buiten vanavond nog even gaan joggen, dan is het toch prima omstandigheden, denk ik. Komende nacht daalt de temperatuur in het noordoosten en oosten naar 1 à 2 graden. En dan kan er her en der wat nevel of mist ontstaan. Ook plaatselijk nog steeds wat motregen. Het zijn allemaal geen grote hoeveelheden. Er staat weinig wind en de temperatuur ligt dus dicht bij het vriespunt. Morgenochtend is het dan ook nog even frisjes. In de loop van de dag wordt het 5 tot 7 graden. Opnieuw een bewolkte dag, want de wind waait nog steeds uit het zuiden, maar later op de dag wordt hij wat meer noordelijk. Maar de kracht stelt helemaal niets voor, 1 à 2 Beaufort, slechts dus het is heel rustig weer. Temperatuur rond de 7 graden, zoals ik al zei, dat is iets boven normaal voor deze tijd van het jaar. Kijken we dan naar de komende dagen, dan zien we het zonnetje verschijnen die ik al beloofde. Niet op vrijdag, dan trekt er nog een regengebied over ons land. Regen en motregen van noordoost naar zuidwest. Daarna draait de wind naar het oosten en dan komt die aanvoer van drogere lucht langzaam op gang. Zaterdag vooral in het zuidoosten van tijd tot tijd zon, misschien ook al in het oosten. En zondag dan zou die lucht ons overal moeten bereiken en dan dus in het hele land een zonnige periode. Ook nog een paar wolken en ook wat koudere nachten. In de nacht van zaterdag op zondag gaat het op veel plaatsen weer vriezen. Overdag is het nog steeds niet echt koud. 4 tot 7 graden. En zit er dan nog ergens een beetje winterweer in als we wat verder vooruit kijken? Nou, hier zie je de kans op een vorst. En dat is dan s'nachts. Nou, zaterdag niet, maar zondag en maandag. Dan ligt die kans zo rond de 30%. Dan weer een paar dagen niet. Dan eind volgende week dan neemt de kans op wat nachtvorst weer wat toe. De kans op vorst overdag is zelfs een minimaal. Wat dat betreft dus geen winterweer. Maar de sneeuwkansen die beginnen wel te groeien. Vooral in de loop van volgende week, op woensdag en donderdag, dan lijken we behoorlijk wisselvallig weer te hebben. En als zo'n lage drukgebiedje dan ten zuiden van Nederland langstrekt, dan zou er zomaar eens een laagje sneeuw kunnen vallen. Nou Bij temperaturen die overdag dan toch weer boven nul komen, zal het vooral natte drap zijn, denk ik. Maar de kans op winterse omstandigheden die neemt in de loop van volgende week dus wel toe. Morgen dus nog niet, morgen gewoon saai grijs weer. En plaats ook over wat motregen. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.